De Oranjemannen trapten af en trokken meteen vurig ten aanval tegen het Engelse nationale elftal in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Zij wilden de 75-jarige KNVB kennelijk een cadeautje geven. Maar de Engelsen waren niet gekomen om cadeautjes te geven en sloegen terug met goed opgebouwde flitsende aanvallen waarbij vooral linksbuiten Charlton zijn meesterschap tentoonspreidde. Maar van het zo gevreesde Engelse overwicht was geen sprake. De stand bij de rust 0-0 gaf een volkomen juist beeld van de krachtsverhouding. Vlak voor het begin van de tweede helft werden de spelers voorgesteld aan prins Bernhard, die op weg naar het stadion betrokken raakte bij een kettingbotsing en daardoor te laat arriveerde voor het begin van de wedstrijd. De prins volgde verder deze interland van de eretribune, waar vele officials en autoriteiten hadden plaatsgenomen, onder wie vicepremiermeester Biesheuvel. Ook in de tweede helft lieten de Oranjemannen zich niet intimideren. De nog altijd goed opgebouwde Engelse aanvallen liepen steeds weer stuk op onze hechte verdediging. Ieder lid van het Oranje team gaf wat hij kon. Maar de ster van het veld was zonder twijfel Koen Molijn, die als een bliksemflits over het veld schoot en nu eens hier dan weer daar de Nederlandse aanval kracht gaf. In de 21ste minuut hield het publiek even de adem in bij een geslaagde doorbraak van de Engelsen, maar Pieter Schaafland bezwoer het gevaar met vaste hand. Met nog een dikke 10 minuten te spelen vond Koen Molijn het kennelijk welletjes. Voor iemand het besefte gaf hij keeper Weters het nakijken 1-0 voor Oranje. Spelers en publiek lieten zich gaan in een uitbarsting van vreugde. Zouden de leerlingen de leermeesters de baas blijken? Maar dat was de Engelsen toch wel wat al te bout. Ze zetten een aanval op die geladen was van verbetenheid om de eer van Albion te redden. De bal belandde trefzeker bij rechtsbinnen Greaves die onweerstaanbaar doorstootte en met een hard schot doelman Pieter Schaafland passeerde. 1-1. Weinige minuten daarna klonk het eindsignaal van deze wedstrijd waarmee de jubilerende KNVB tienduizenden voetballiefhebbers een boeiend uur bezorgde.